Ja, nou, nummer 2 komt natuurlijk nummer 1. En dat is natuurlijk Kevin Liefhebber van Heine Noord. Kevin. Ja, ja. Zo. Ja, Mark Ketting, dat er vorig jaar, hè? Je mag hem nu overnemen. Als je die bokaal ziet, dan is dadelijk de spier in de Vreeswet Wisselbokaal. Heb je al een plekje of zeg je van. Ja, is groot, maar ik ga een plekje vinden, zeker. Ja. Hey, voor het seizoen met Heine Noord, een topjaar, hè? Ja, was super. Het was mijn eerste jaar bij Heine Noord. Ja, als ploeg hebben we denk ik een fantastisch resultaat geboekt. En ook voor mezelf, als ik dit nu ook win, dan denk ik dat je een goed seizoen hebt gedaan. Dit seizoen, we hadden net al met de trainer van jullie erover. Hoe ging het gaan in die hoofdklasse? Bezig met topsportlijst. Of zeg je wel, nou, ik probeer uit om mijn best te doen. En op een zondag of een maand kijk eens hoe ver ik sta in een van de klasse. Ja, ik hield me er niet mee bezig eigenlijk, totdat het paasweekend kwam. En ja, ik die zaterdag 5 keer scoorde en dan dacht ik, nou, dan kom ik weer heel dicht bij Geert. Dus ja, en ja, voor mij maakte ik die maandag weer 2 of 3 en ja, toen stond ik boven. En ja, dan gaat het wel even, ook binnen de ploeg. Sommigen gingen erover beginnen van, hé, je staat bovenaan, dan nog even doorzetten. Maar ja, hij bleef scoren en uiteindelijk hoorde ik dat het met een reglement te maken had. En ja, toen had ik hem gewonnen. Dus eigenlijk dacht ik eigenlijk niet al gewonnen, maar gelukkig wel. Jij werkt bij de Marseille? Ja. Hoe is dat te combineren met trainen en spelen bij Rijnland? Ja, het is vrij moeilijk, maar ik speel ook in het Nederlands met de elftal. En ja, daar hebben we gelukkig een. Merk je wel eens? Ja, je zou bijna zeggen van niet, maar nee, ik werk wel. En gelukkig wordt dat gecombineerd omdat ik bij inspeelt. Ben ik elke zaterdag vrij en kan ik op trainingsdagen vroege diensten draaien. Dus jij compenseert dat zo je afwezigheid tijdens de training en zaterdag, zeg maar, doen? Ja, ik werk wat extra zondagen in de maand of ik werk wat extra dagen door de week. Of ik geef af en toe ook wat les op de academie van ons, dus dan wordt het zo gecombineerd. April ben je weer uitgezonden of word je uitgezonden? Hoe lastig is dat? Ja, dat is lastig. Ik denk dat, ja, ik vind het alleen een uitdaging, maar ik denk vooral voor thuisfront. Je hebt natuurlijk ook een vader, moeder die, ja, je gaat niet naar Centerparks om het zo te zeggen, je gaat naar een oorlogsgebied en ja, dat is voor hem meer lastig dan voor mij. En waar ga je naartoe? Naar Zuid-Sudan. En hoe lang wil je daar blijven? 6 maanden. Nou, daar met wat maat en een balje trappen, zijn we wat anders hier. Nou ja, misschien ook wel wat talenten, want ja, er zit op de grens waar ik in werk en zo mee de beeld nemen. Dus wie weet je willen voor zijn twee wappen buitenspelers waaien. Nou ja, even de voorzitter informeren, Ronald. Ik ga niks zeggen. Oké. Okay. Mark, heb je nog tips voor Kevin? Tips niet, maar ik wil alleen zeggen, ik ging bij Smitshoek voetballen en ik weet nog dat wij moesten tegen Zwaluwe. En Hansje zegt, ja, we hadden een beladen wedstrijd tegen Jan de Gier zit daar. En we hebben maar 1 speler, maar we moeten letten, was Kevin Liefhebber. Die is Kevin Liefhebber. En volgens mij was het uit bij jullie en toen scoorde hij al die eerste goal. En toen wist ik Kevin Liefhebber is. En, of is een, ja, uiteindelijk denk ik dat je heel veel bewezen hebt en dat je goed mooie doelpunten maakt en dat je veel doelpunten maakt. Dus deze prijs is je gegund, jongen. Dankjewel. Kevin Liefhebber, winnaar van de Frank Schut Wisselbokaal. Nou, die grote beker komt er nu al. Ja, dat is morgen denk ik weer hernia, joh. Ja, ik weet hem vast al. Ja, 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 dat gaat lukken. Ik heb hem. Hebben we opgepoetst, Mark? Ik weet het niet, moet ik even Ben aankijken, want waar Ben heeft hier gestaan eigenlijk in de kantine. Hè? Maar ik heb hem 1 keer mee naar huis genomen en toen stond hij bij mijn zoon op. En op een gegeven moment liep mijn zoon, die kwam de trap af en zegt, het is wel een hele mooie beker, hè, pa. Hij zegt, die moet hier weg, want anders valt hij. Ik geef deze beker laat je thuis en die neem je mee naar Zuid-Sudan. En dan moet het helemaal goed kunnen, denk ik. Ja, dankjewel. Kevin, dankjewel. Dankjewel, ik kijk naar een stukje muziek. Ja, het is heel wat. Hij gaat er niet weg, hoor. Nee, maar niet.